Welkom bij onze nieuwe rijdersschool! Hallo! Ze is in de stress, ze is in de stress. Wat? Het is de allerlaatste sempelsdag. Hoe voelen we ons? Als een nat vogeltje. We kunnen geen doos en pakjes meer zien. Weinig! Ik ga even mijn haar krullen. Als jullie het leuk vinden, dan moet je blijven kijken. En zo niet dat je denkt, jeetje, alweer. Dus je bent helemaal zakkenpak. En we hebben een leuk nieuwtje. Wij gaan vandaag onze nieuwe modeshowlocatie opzoeken. Wil je hier ook bij zijn? Met ons. Een reinigbeetje. Kijk hoe ik eruit zie hoor, elkaar. Ja, perfecto. Is het maar leuk? Ja? Oké. Nee. Oké. Ja, sorry, zag mijn buik? Of niet? Moet ik wel even weten. Je moet sowieso recht zitten. Je toont jezelf gewoon in je buik zien. De vorige vlog deed ik ook geen tel. Oh. Ik zie het je. Oké. Welkom bij onze nieuwe rijdersvlog! Welkom bij onze nieuwe rijdersvlog. Heel veel mensen vinden het heel vervelend als wij in de hoogte gaan. We zijn gewoon altijd heel vrolijk. Dus ja. Welkom weer bij onze nieuwe rijdersvlog. Wat je allemaal in deze vlog gaat zien is dat wij onze samples zo hebben, wat mega hectisch is. Waardoor wij mega moe zijn. We gaan naar onze nieuwe modeshowlocatie. Wat jullie later in de vlog gaan zien welke locatie het wordt. En ik ben ook ondertussen thuis, een beetje met Frankie en ben mijn haar aan het krullen. En ik heb nog geen make-up tutorial gedaan, maar als jullie wel een make-up tutorial willen, gaan we dit snel voor jullie doen. Make-up tutorial zou denk ik zijn eyeliner? Nee, ik had vanochtend dit gedaan. Oh. Voor de eerste keer. En het was verbazingwekkend goed gelukt. Maar die heeft mijn look een beetje overgenomen. En dan het donkerkleur. En jullie zien hoe ik mijn nagel verlies. Nee. Maar als er comments overkomen, ik mis inderdaad één nagel doordat ik die kaart heb gestoten. Dus blijf deze vlog bekijken en laat ons even weten onder de vlog wat je hiervan vindt. Love, Rijmers. Goedemorgen jongens. Zullen we klaar voor de sample sale? Zie je, gaan we slapen. Frank, wat zeg jij ervan? Siri? Nee? Ook geen zin? Jongens, ik zijn een paar minuutjes al wakker. Ik heb mijn ogen gedaan en mijn concealer. Ik ga nu een rouge doen. Ik hoef mijn wenkbrauwen niet meer bij te tekenen. Dus dat is ideaal. Ik ben een beetje verkouden. Ik heb nog niet mijn outfit aan. Ik ben vergeten. Heel stom. Dus ga ik daar heel snel omkleden. En we gaan nu de hondje brengen naar mijn schoonmaat. We zijn onderweg naar de sample sale. En Stinky is zo aan het slapen in mijn jas. Hij is net zo moe als wij, hè? Ja. Ik moet er nog even mascara op doen. Frankie is echt mega druk, denk ik. Zit dan. Ben je moe klaar, hoor? Ga je lekker liggen voor de camera. Dus jullie zijn ook nog lekker moe. En stinken jullie gewoon in mijn jas te slapen. Oké, jongens. We zijn klaar voor onze eerste samplezalen. Zalen. Nee joh, we zijn toch gewoon lekker voor. Dag Chelsea. Oh, ze was geen Chelsea. Oh, er staat wel een rijtje. Nee hoor, ze staan helemaal geen mensen. Ik zou naar rechts gaan. Ja, hier rechts. Hier, ga je achteruit. Er zijn serieus al mentions, jongens. Waar zou ik hem neerzetten? Ik zou hem half op mijn stoep naast. Ik ook. Ik vind het een top idee, toch? Maar nu kan deze auto er ook nooit uit. Nee, maar die hoeft ook niet. Dit is van de sportschool van café. Die kan gewoon daar. Ik ga het draaien op een klein beetje. Een uur nog in de kou wachten. Ja, maar ja. Is er koek en sopie? Wat is dat? Wat is koek en sopie? Wat is koek en sopie? Ken je koek? Weet je hoe een koek eruit ziet? Weet je wat soep is? Nee, want dat zat een beetje. Oké, het gaat beginnen. We doen nu in tijdrangjes, zodat het niet zo druk is. We hebben het iets meer in de hand. Ik ga naar mijn hoek toe. Ik heb vandaag de Mandy set aan. Are you ready for Madhouse? Ben ik klaar voor? Hallo! Hey there! Het is nu wat minder geoond. We gaan nu in tijdsblokken werken. Dus dit is de eerste. Vlog live! Hallo! We zijn lekker bezig, jongens. We hebben allemaal sampletjes, gezellig. En ik kan mijn zwester niet vinden. Je kan hier geen kant op. Kopjes. Everywhere. Chill, weet je toch? Chilltje! Nee, wat? Ze denken dat ze niet op de foto moet. Meisjes zoeken van net. Ze is in de stress, Wat? Voor een kleine meisje. Ja, maar sorry, ik heb zo'n stap gemaakt. Ik kan het niet meer aan, hou op. We hebben de eerste dag erop zitten. Yay. Wat heb jij in je mond? Dat wil ik ook. Wat heb jij? Ik heb snoep. Mag ik ook snoep? Van Loesje? Loesje! Snoep. Snoep. Inzoomen. Ben je er morgen ook? Nee, ik ben morgen niet. Nou, dat kom ik ook. Wij wel. Als Harjum niet is, gaan we niet ontbreken. Anouk is er ook al niet. Nee, morgen.
Ik zeg, Jules, je moet wel een boek aan als je naar buiten gaat. Nee, kom maar. Heb je een setje aan? Ja, we hebben niemand meer om het setje aan te doen hoor. Hé, coachje! Kom jij uit je hoek? Ja. Hele dag niet gezien. Nee. En ik draag, want mijn Mandy set is uitverkocht. De glitterbroek. Te leuk. Met het t-shirtje. Ik heb even een L gepakt. Veel te groot, maar hè, wie zal het zien? En dan met mijn Gucci shoes. Oké. Mensen zeggen heel vaak dat ik jou moet laten uitpraten, maar ze zeggen gewoon ook wel heel vaak hetzelfde. Nou, dat is een beetje in ons systeem. Vullen elkaar gewoon aan. Ja. Dat vind ik altijd door je heen vraag. Hoe was onze sample sale? Het was onwijs druk. Het was de drukste sample sale ever. We hadden echt ook heel veel hulp van familie en vrienden. Ja. Ko was helemaal ingevlogen vanuit Saint-Tropez om ons te helpen. Ik probeer niet meer doorheen te praten. Nee, dus het was echt super leuk. Het zijn altijd wel hele gezellige dagen, maar ook wel hele slopende dagen voor zowel ons als ons team. En voor iedereen. Ik denk ook voor de mensen die komen, die helemaal gesloopt zijn na zo'n dagje shoppen. Alles wat ze graaien en meenemen en passen. Noem maar op. Maar dus het was gelukkig minder geklaagd. Minder lange wachtrijen, want we gingen nu echt de shift werken. Klopt. We gingen opeens ook op, volgens mij om 8:30 open in plaats van 9:00. Ja, omdat ze anders in de kou stond te wachten. Het was zo koud, dus we zijn gewoon eerder begonnen. Plus, we hadden veel meer uitgang, waardoor we niet heel veel, we hebben wel bijgevuld nog steeds, maar waardoor er nog meer hing. Ja, zodat mensen sneller hun maatjes konden pakken en niet zo lang hoeven te wachten. Dus al met al hebben we zeker wat gedaan met de puntjes, maar het blijft natuurlijk een hele drukke sample sale. Maar over het algemeen was iedereen echt wel enthousiast. Er hingen echt genoeg leuke dingen, dat je echt leuke sets kon maken. En wat was het beste verkocht? Zijn de t-shirtjes. T-shirtjes waren heel erg in de run. De pailletjes ook, natuurlijk kerst. En de autoneel inderdaad. En het staat inderdaad deze week allemaal, bijna allemaal online. Vanaf volgende week staat echt alles online, dus kunnen jullie alles winkelen. Wij hebben eigenlijk de meeste vragen van welke maten wij dragen, maar wij dragen meestal alle maat S. Ook omdat wij echt gewoon oversized houden en alle samples zijn ook altijd maat S, dus wij dragen ook altijd maat S. Ja. Oké, filmpje. Wij hebben Jeroen opgepikt van de bus. Maar die is zo hard gaan remmen dat ik te kort tijd had om het te filmen. Ik zit was ook niet de planning. Met 500 zakken in de auto. Bijna filmen. Hoi, mam! Hoi, hoi! Ga je foto open? Oké, we zitten nu echt. Ja, met hebben en houden zitten in deze vuilniszakken. Ja, alles. Hij leeft eigenlijk op de straat. Hij leeft eigenlijk op de straat. We hebben hem gelachen. Ja, wat is het leuk? We hebben gewoon met vijven in de auto, Heiko. En met vijf vuilniszakken ook. Superleuk. Je rolt eruit. Hallo. Klaar. Heb je daar de benen, Jules? Ja. Geen benen. Nee, een hele witte benen inderdaad. Oh. Met mij een zak. Oh, ik moet mijn sneakers meenemen. Ik heb slippers aan. Nou, komt er nog wat van, mevrouw? Ik heb gewoon sleutels. Huh? Dan kan je maar niet meer lopen. Mooi, jawel. Oh, je hebt wel lopen. Zo, nummer 2 zit erop. En hoe voelen we ons? Hoe voelen we ons? Kut. Als een natte vogel. Als een nat vogeltje. Als een nat kuikentje wat moet herveend worden door Ko. Olijn, ben je morgen om 8 uur? Ja, ik denk dat ik om 12 uur ben. Ja. Ik ga denk ik om 4 uur weg. Ja. 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 Dag. Olijn heeft een verjaardag morgen, dus die kan niet opruimen. Ja, nu ook. Oké, het is de allerlaatste samplezondag. Yep. En Marie en ik zijn gesloopt, zoals je misschien al kunt zien of horen. Hè, Marie? Ja. We brengen voor de laatste dag de hondjes naar de schoonmoeder. En dan zijn we er weer om 8:30 bij de zaal. Vandaag wat later als de vorige dagen, afgaande dagen. Want volgens mij is het wat rustiger vandaag. En dan gaan we tot een uurtje op 3 afbouwen met ons hele team. En dan gaan we gezellig met z'n allen bij Zizo eten in Zandvoort. Met alle meiden en dan 3 jongens na. Daar hebben we echt heel veel zin in naar te eten. Alleen maar Mike en Jan. En Devin? Nee, die kon niet. Oh, die kon niet. Nou, en Stinkie dan? 3 mannetjes. Verder allemaal vrouwen die mee gaan eten. Dus we gaan even goed vieren dat de sample sale geslaagd was. Want het was al super leuk. Lukt ze tot nu toe. Hopelijk vonden jullie het ook allemaal leuk, de sample sale. En we houden het altijd ook weer de laatste dag. Oké, we gaan aan het inpakken. Hoe gaat het met onze ruggetjes, jongens? Hoe gaat het met onze ruggetjes? Ik hoor je niet. Hoe gaat het met onze ruggetjes? Oh. Wat zeg je nou? Hier is het hele inpakteam. Hallo! Hallo! We kunnen geen dozen en pakjes meer zien straks. Dit is alles nog wat we hebben. We hebben alle rekken al opgeruimd en alle dozen en alle voorraad. Echt nog één troep met allemaal die dingetjes. Maar het einde is nabij. Het is nu half, nog een half uurtje. Wat mooi! Is het waar? Jules is helemaal aan de andere side. Ja, maar ze moet even van het uitkomen.
Ja, hoe moet dat? Hij staat aan. Okay, we zijn er al. Dag jongetje, dag jongen. En naast hebben ze even niet gevlogd, aangezien wij doodmoe waren en helemaal kapot. Ja, jij werd volgens mij zondag dus echt om 2:30 wakker. Ja, ik was wel vroeg uit bed en toen ging ik even liggen op de bank. En toen dacht ik, oh mijn god, het is 2:30. Ik was gewoon in slaap gevallen. Dat is nooit gebeurd. En we zijn nog naar de Sempelsen met z'n allebei Zizo wezen eten. Ja, een bedrijfsuitje hadden we. Met een hele teammeet. Iedereen kon erbij zijn, maar wel de meeste mensen. Dus het was super gezellig. Ja, om weer even het succes van de Sempelsen te vieren. En het is uiteindelijk best wel laat geworden. Ja. Ze waren ook best wel aangeschoten allemaal. En we gelachen en... Ja. Ja, dus dat was ook wel. Is ook niet zo moeilijk als je 9 uur lang, nou hoe lang hebben we gestaan? Van 9 tot 12 uur lang en je hebt bijna niks te eten. En je gaat opeens weer aan het dranken en leuk vieren. En dus... iedereen was sowieso moe, dus dan slaat er sowieso iedereen. Heel leuk, heel leuk. Ze hoe meer moest ik eraan denken? Ja, nee, dus laat het één keer in de, oh nee, 2 keer in het jaar. Ja. Het was ook een week geleden, hè? Dus het is al niet zo gek. Nee, het gaat allemaal zo snel. Ons leven is echt van, een... gaan we weer. Smiley Cyrus op die wrecking ball. Zo snel. En weer en we zijn weer een half jaar verder. Dus. En het allerleukste voor als jullie vragen van wat we aan hebben. Ik heb vandaag het nieuwe Reinerspak aan. Wat eindelijk in de winkels ligt. Als je deze vlog kijkt, is hij maandag online. Is hij niet online? Was hij online? Volgens mij is hij online. Hoor. Oh. Nou. Zou ik zo bezig om het online te zeggen. Zal ik even jou filmen dan? Ja. Is hij gewoon mijn haar leuk zelf dan? Oh. Niet. Niet. Jill draagt van alles de maat S. We hebben dan 2 verschillende opdrukjes. Dit zijn onze headlogo's. En ik denk nu al dat we heel veel vragen krijgen. Waarvoor is dit zo prijzig? Het komt doordat wij het patroon precies hebben laten doorlopen. Je moet ook even je rug laten filmen. Dus je hebt overal gewoon perfecte hoofdjes. En dat die helemaal goed symmetrisch is. Dus ja, vandaar dat het wat prijziger is. Schoudervulling, velvet, noem maar op. En dan witte flare. Should en dan ben ik eigenlijk nog niet klaar. Want je hebt veel moeten wel uit elkaar is. Maar... Nee. Draag een beeld, een Dior tasje ja, en de triple S. Je komt aan op wat deed je nooit. Ja, dus je bent helemaal zak en pak. Dood. Oh, nou, dit was het leuk. Nou, dag. Dag, schat. Ik zie daar iemand heel enthousiast juichen. Want, finally, after a year, nee grapje, half jaar, zijn onze mannequins binnen wat bij onze banken en stoelen past. Oh, ons pand is zo mooi jongens, dat is niet normaal. Maar we kunnen het nooit filmen aangezien altijd een nieuwe collectie eraan. Maar nu eventjes niet en binnenkort kunnen we het wel even goed een office tour doen. Zie je al iets? Ja, het is kindjes denk ik. Oh, haal het eruit, haal het eruit. Ja, het is handig. Heb je handen gewassen? Jawel toch? Het is enig. Zilverarmer komt dat? Ja. Bij die kleur wel. Bij zwart-wit is het goud. Oh my god. Very, very nice. Ik moet wel bij dit zilver matchen. Precies, hè? Wat? Precies bij die glitterboxen. Heel mooi. Nou, daar ligt ze dan. Goedemorgen allemaal. Ik ben echt net wakker. Mijn goedemorgen ochtendgezicht. En het is een paar dagen verder van de Sample Sales Unit. Ik ben goed uitgerust. En we hebben een leuk nieuwtje. Wij gaan vandaag onze nieuwe modeshow locatie opzoeken. Samen met mama. En ik ben net uit bed gerold. Aangezien de pup en Chirietje eventjes naar buiten moeten. En daarna ga ik me ready maken. Want we gaan namelijk... Maar misschien vertel ik dat zo wel. En vanuit daar gaan we nog naar meet and greet. Voor de laatste meet and greet van dit seizoen. En voor het weekend hebben we eigenlijk voor het eerst geen meet and greet in de planning staan. Ik wil eigenlijk even naar Amsterdam. En meettime even mijn nagels laten doen. Van de samples zijn helemaal verstrooid. Dus dat een beetje. Dus ik ga me zo even ready maken. En dan gaan we naar ons tipje van Scheveningen. Yo. Wie gaat al de gang? Hey Frank, wat zo meisje? Hey Frankie. Niet storen altijd. Wat een gezelligheid buiten. Je moet wel rustig eten, vriend. Hij lijkt op een hyena. Je lijkt op een hyena. Ik heb gisteren gekampt en ik krijg nu alweer klitjes. Ik ben zo benieuwd. Hij is hieronder helemaal donkergrijs. Dus wat voor kleur gaat worden, Frank? Ja. Zo, ik ben wakker. Dus ik dacht, het is weer lang geleden. Ik ga even mijn haar krullen. Als je het leuk vindt, dan moet je blijven kijken. En zo niet als je denkt, jeetje, alweer. Dan niet. Ik heb nu gewoon gisteren mijn haar gewassen. Het zit een beetje futloos. Maar waar is je dat dan? Oké. Oh, hier. Dit is gewoon een body. I'm not good prepared. Dat doe ik even warm worden. En sorry, ik heb het merk nog steeds niet gevonden. Het is helemaal eraf gevaagd. Oh, wacht. Jeetje. Mila. Nou. Nee. Hey, Frank. Ik ben je mond. Puppy, puppies. Pak alles in de mond. Jullie deden het nooit. Frankie. Ja, hoor. Hey, Frank. Oké, mijn haar opstellen. Ik weet wel sowieso dat een steltang veel beter is
bij mij dan een krultang. Het maakt niet zozeer uit wat voor merk het is. Als je maar op 220 graden kan. Want het blijft bij mij niet zitten. Oké, de voorste plukjes doe ik ook naar buiten. Ik ga hier niet het hele routine, ben ik hier bezig. Ik laat veel, maar even twee. En doe ik snel de rest. Ik ga hem gewoon zo strak. En ik doe het best wel langzaam. Ik wil meteen dat het dan ook wel echt op 2 tot 3 dagen blijft zitten. Terwijl ik mijn haar niet hoef te wassen. Maar alleen, misschien kan ik het niet zien of hier de krul zit. Misschien zo. En daar is een krul. Ik ga even door. Oké, ik ben denk ik nu 5 minuutjes tot 10 minuten verder. Mijn haar is gekruld. En ik ga nu aan de make-up. Even naar mijn daglicht. Dit zijn mijn curls. Ready for today. Ik heb heel veel chocola gegeten. Heel veel puistjes. Oh, echt, ik voel me net weer een tiener. Ik heb het bijna nooit meer gehad. Dus make-upje op en ready to rumble. De honden zijn intussen elkaar aan het treiteren. Frank, wat ben je met Shirin doen? Frankie, wat ben je doen? Wat je doen, Shirin? Oké. Zo, mijn make-up is gedaan. Laat even weten als jullie dit leuk vinden. Hoe ik dit heb gedaan, dat ik een tutorial van maak. Ik denk dat ik vandaag geen tijd voor mijn interesse is. Laat even weten hieronder. En ik ga nu mijn outfit bedenken. Ik ben in 5 minuten, want mijn moeder is er bijna. Zo, ik ben helemaal klaar. Het is nu wel een beetje te heftig, de make-up vind ik zelf ook. Maar ik heb voor vanavond een meet and greet. En vind ik altijd wel leuk als ik iets meer mijn best doe. Als gewoon alleen foundation, rouge en mascara. Dus ik heb nu ook een donkergrijs smoky. Aangezien dit mijn outfit wordt voor vanavond. De ruffelvest in het metal grey. Met de ruffelpants. De yorkback en mijn triple ashes. Hoek, ik heb er niet op Frankie staan. En ik heb mijn haar gekruld. Ik ben er helemaal klaar voor. En ik ga nu op Jill en mama en Mike wachten. Maar ik ga het volgens mij ook mee. Want ik kan hem meteen naar zijn huis toe. En ik kan je wel al vertellen dat we afspraak hebben met Chantal van Hip Hop. Die heeft vorige keer ook bij onze opening de mooiste ballonnenmuur gemaakt die we ooit hebben gezien. Dus er wordt echt heel groot uitgepakt. Ik heb er super veel zin in. We gaan een nieuwe collectie droppen. En we willen waarschijnlijk ook een afterparty gaan houden. En ik denk zo'n 100 kaarten. Dus wil je hier ook bij zijn? Laat even weten onder onze vlog. Wie wij moeten uitzoeken. Misschien doen we wel eentje gaan we uitzoeken gratis. En ik denk dat het wel echt 18 plus moet zijn aangezien de drank wordt geschonken. Dus voor onze jongere fans willen we ooit wel een soort leuke meet and greet. Of een lunch of een ontbijt met de Reiners Dolls doen. Dus we hebben veel meer pennen voor jullie. De locatie van onze modeshow is Encore. Zo leuk, jongens. Voor de afterparty. Ja? Eten is daar? Ja. We hebben tussendoor even eten besteld. Zo lekker. We zijn nu heel druk met de modeshow voorbereidingen. Ja. En onze nieuwe collectie. Waar het is en wat het is. Ik had al een tipje van de snaar gegeven dat hij Scheveningen was. Het is Encore bij Timonis. En waarom Encore? Omdat nou, John en ik wilden echt. We zijn natuurlijk bij Ibiza geweest, bij Lio. Ik weet niet of jullie die vlog hebben gezien. Anders moet ik even terugkijken. Nee. En wij wilden echt zo'nzelfde experience creëren met de Reiners Show. Dus we gaan nu een soort van Reiners X Encore Feest Dinner Show geven. We hebben super leuke modellen weer meelopen. De locatie stopt, we gaan het allemaal een beetje anders aankleden. Ja, Moray gaat weer de ballonnen verzorgen en de doeken met onze campagnefoto's. We krijgen een afterparty. We gaan een hele grote afterparty houden mee, dankzij jullie. Maar die had gevraagd of jullie het leuk zouden vinden. Dus bij deze, we gaan volgende week... Hoeveel kaarten? 200 kaarten in de verkoop doen. Dat is echt de max. Er kan niet meer mensen bij. Wat kan je een beetje verwachten? Nou, wij zijn natuurlijk de hele avond. En onze nieuwste collectie. Ben je de eerste die onze nieuwste collectie gaat zien op de doeken. En we hebben het zelf aan de modellen. Er zal een hele leuke Reinerstaart worden gegeven. Leuke muziek. En een special performance. We gaan nog niet zeggen wie het is. Maar er komt ook een artiest optreden. Dus er is genoeg leuks om te kunnen doen deze avond. Het is gewoon leuk. Gezellig ook avondje uit voor jou en je vriendinnen. En het is vanaf half elf tot 1 uur s'avonds. Ja, half elf tot 1 uur. Het is namelijk op een woensdag. Door de week. Door de week. Het is 18 plus. Dus maar wel. Jij met ons een keer de Reiners feesten. Met ons. Een Reiners feestje. Hoe leuk. Dan kan je vanaf volgende week denk ik de kaars bemachtigen. Ja. Zullen we dit op onze webshop via een swipe hebben doen. 200 kaarten. Op is op. Exclusief. Exclusief. Weet niet of we volgende show het weer gaan doen. Dus misschien is het one in a lifetime. Dus ja. Kijk jij nu en denk je echt, oh my god. Moet je onze website in de gaten houden? Zo, dat krijg je beter. Zo, dat hebben we ook weer gedaan. voor de rest, wat gaan wij doen deze week? Dus heel veel voor de modeshow. Ja, we gaan sets voorbereiden. Modellen hebben we uitgekozen. Modellen gaan we uitzoeken. Kunnen we andere al een paar zeggen? Of houden we hem nog even gedaan? Nee, heel leuke meiden meelopen. En we kunnen wel steeds meer sneak peek van de collectie laten zien. Ja. Dus wij zijn dus eigenlijk... Ibiza campagnebeelden gaan we eind november al posten. Met de modeshow. Na de modeshow eigenlijk. Dus het is echt allemaal heel erg spannend. En heel erg druk. Dus dan gaan we jullie meenemen met alle voorbereidingen weer. Dus we kunnen niet wachten op al jullie reacties. Nee. Wij vinden dit tot nu toe de allerleukste collectie. Maar dat zeggen we elk seizoen gelukkig. Ja. Dit echt toe...
Ben je benieuwd wat wij volgende week allemaal gaan doen? Blijf ons YouTube kanaal in de gaten houden. Het zijn voornamelijk tips en tricks voor onze fashion show. Kleine sneakers van onze collecties. Dus ben je benieuwd? Subscriben. En abonneren. Love Reinders.